Goedenavond, welkom op de persconferentie na de wedstrijd Gent-Club Brugge. Eindstand 1-1. We luisteren eerst naar de analyse van de beide coaches. Nadien is er nog mogelijkheid om extra vragen te stellen. Allereerst zijn we benieuwd naar de analyse van de bezoekende coach Philippe Clément. Jouw analyse alsjeblieft. Ik ben heel tevreden over vandaag wat ik van mijn groep gezien heb. In moeilijke omstandigheden. Omstandigheden die we niet voorzien hadden. We wisten dat het veel geregend had, maar we wisten niet dat het veld hier zo onder water stond en in zo'n slechte staat was. Daarom heb ik na, 35 minuten of een half uur een wissel moeten doen. Omdat Percy Tau niet de juiste speler was voor deze match, in deze omstandigheden. Omdat het gewoon niet mogelijk was op deze mat om goede combinatievoetbal te brengen. En dan heb je heel veel duels, heel veel lichamelijke contacten. En dat is minder zijn spel. Vandaar de wissel. We wisten dat Gent heel furieus ging starten. Dat ze gingen proberen profiteren van onze midweekmatch. Op donderdag, die kort bij deze match is. En die ook veel krachten heeft gekost. Dus we wisten dat die storm ging komen. Mijn spelers zijn er goed mee omgegaan. Wel een aantal afstandsschoten. Op doel gehad, maar niet echt grote uitgespeelde kansen. Maar we konden zelf te weinig die bal voorin bijhouden, naar mijn zin, en vandaar die wissel. Daarna zijn we beter in het spel gekomen, hebben we dat wel meer kunnen doen. En dan in de tweede helft, in mijn ogen, meer de bovenhand kunnen nemen, meer gaan combineren, meer over links ook kunnen komen met de wissel, met Sobol. En dan goede kansen gehad, voorgekomen, dan weet je ook dat de tegenstander er alles aan doet, omdat ze moesten winnen vandaag. En gaan forceren om een doelpunt te pakken. Dat hebben we ook gepakt. Een beetje ongelukkig, denk ik. Een bal dat afwijkt, waardoor dat jongens uit positie stonden. Maar daarna heeft mijn groep terug goed gereageerd. En zijn ze gaan blijven gaan om die 1-2 te maken, die helaas niet gelukt is. Waar dat ook wel bij komt, dat we ook nog dat schot van Sven Kums ook op de lat hebben gehad. Maar uiteindelijk ben ik een heel trotse en fiere coach om na die donderdagwedstrijd en die opeenvolging van wedstrijden wat mijn ploeg heeft laten zien en dat ze fysiek zelfs op het einde de bovenhand konden nemen. Dank je wel, Philippe, voor jouw analyse. Dan is het woord aan Jes Torup, coach van Gent. Your analysis, please. Thank you. First of all, I want to show the biggest respect to my colleague. What he did with his team. The last half season, not only in Europe against some of the strongest team, but also in Belgium. Big respect for that. Secondly, the other way around also. Yes, you know. Thank you. What you did in Europe and what you're doing in competition. Thank you. Secondly, I was very pleased with the performance I saw from my team today. I have to say sorry for the condition of the pitch. This is something we have to deal with because I think we also, Bruges want a tough pitch where we can play football. This was not possible today. But we deal with this condition pretty well, with being strong in a duel, winning second ball, did a lot of transitions, had the chances. So at the end, the opponent's goalkeeper did some very good goals. That's That's why he's maybe one of the better ones in Europe. But the performance, the spirit I saw for my team today is what I want. I said to them after the game, big respect. They could be proud of their performance. And we played against the strongest team for the moment, definitely in Belgium. And I think we showed everybody we can compete against the strongest. We didn't win today, but still we haven't been lost for 16 games now. 13 wins, 3 draws. And we can be still pretty happy with the performance at home, although we didn't win today. Thank you.